RTV Weeknieuws van maandag 17 januari. Flinke bezuinigingen in gemeente Katwijk raken iedereen. Mogelijke doorstart jongerencentrum met Jok. Grote verkeersonveilige situatie in Oosterleestraat in Valkenburg. Ook de gemeente Katwijk moet bezuinigen. Maandagmiddag werd tijdens een persgesprek door burgemeester Wiene en wethouder Van Duin toelichting gegeven op het rapport Scherp aan de Wind, waarin alle bezuinigingsmaatregelen en voorstellen staan beschreven. De verschillende bezuinigingen zullen iedereen raken. Zo zullen er maatregelen getroffen worden waarbij bijvoorbeeld subsidies worden stopgezet of de overheid zal terugtreden. Nou, onze mening is het een evenwichtig pakket. Maar goed, de organisaties krijgen de gelegenheid daar ook nog op te reageren. En uiteindelijk is het de gemeenteraad die het laatste woord spreekt. Dat is vanzelfsprekend. Een aantal van die maatregelen zijn het afschaffen van het schoolzwemmen, bezuinigingen in peuterspeelwerk en minder inspecties van de kinderopvang, het wijzigen en versoberen van het groenonderhoud in de gemeente, minder vaak ophalen van grof vuil en het afschaffen van het extra ophalen van het GFT-afval in de zomermaanden. Ook zal de gemeente gaan bezuinigen op subsidies. Zo worden er verschillende subsidies verlaagd. Bijvoorbeeld aan onder andere Cocon, Steunpunt Medelanders, Stichting Femke, het vrijwilligerswerk in het algemeen, de musea en het Tripodia. Daarnaast zullen er subsidies helemaal worden stopgezet. Dit betreffen onder andere subsidies aan emancipatie, ontwikkelingssamenwerking, de strandbibliotheek, het kerkelijk clubwerk, preventieprojecten op scholen, de boemerang, zetel 34 en jubileumsubsidies. Ook wordt de bijdrage in de exploitatie van zwembad Aquamar verlaagd. Ook vindt er geen onderhoud en beheer meer plaats van het varend erfgoed en zal de gemeente geen gemeentelijke kerstbomen meer plaatsen. Ik had me in deze 4 jaar natuurlijk liever onsterfelijk gemaakt als wethouder die de belastingen niet verhoogd had. Dat had veel beter voor mezelf geweest. Ik heb natuurlijk die vraag gesteld van is het verantwoord wat we aan het doen zijn? En als je dan ziet dat we de OZB vanaf 2012 gaan voorstellen om het met 2% per jaar te verhogen, heb ik eens zitten rekenen voor bijvoorbeeld een huis van 400.000 euro. Dan gaat het huis van 400.000 euro gaat per jaar 5 euro meer OZB betalen. En dan denk ik van, nou, als je dan ziet waar gemeente Katwijk staat, op de ranglijst van de meest heffende gemeenten, dan staan we bij de laatste 50. Als je nu kijkt naar de rioolrechten, je hebt het tabelletje misschien gezien op pagina 26. En u ziet zeg maar dat wij zo'n 100 euro vragen per jaar. En landelijk is het 160 euro. Het betekent wat als we dat geld zeg maar niet vragen aan de burger. Dat betekent dat het ergens anders wel goed gemaakt moet worden. En dat betekent of dat je minder diensten kan leveren. De gemeenten hebben natuurlijk ook een soort evenwichtsmodel in de financiering. En als het aan mij ligt, dan blijven we altijd als laagste gemeente, als een van de laagste gemeenten staan. Want je moet niet vergeten dat iedere gemeente zeg maar, nu aan het ombuigen is of aan het bezuinigen is. Maar ik vind het reëel met het kosten, met het voorzieningenniveau wat we hebben. En ik mag je zeggen, als Katwijker woon ik graag in Katwijk. Denk ik dat het zeg maar een relatieve verhoging moet kunnen. Deze maatregelen en voorstellen zijn maar een aantal uit het rapport. In de eigen portemonnee gaat men het ook voelen. Want voor de burger zullen er de komende jaren op verschillende fronten lastenverzwaringen plaatsvinden. Denk daarbij aan verhoging van de OZB, de afvalstoffenreiniging en het rioolrecht, verhoging van de hondenbelasting voor de eerste hond, een verhoging van de parkeerkosten, een hogere bijdrage voor de WMO, het peuterspeelzaalwerk en de belbus en een verhoging van de tarieven voor de binnen- en buitensport. Plan wat we hebben, kunnen we gelukkig de komende jaren kunnen we goed onder ogen zien en slagen we er ook in om de begroting van de gemeente in evenwicht te houden
de lasten op een, naar onze mening, evenwichtige manier te verdelen, efficiënter te gaan werken en met elkaar als gemeente Katwijk, denk ik, te zeggen van, nou, we houden een goed product tegen een aanvaardbare prijs, ondanks de tegenwind waar we nu mee te maken hebben. We moeten scherp aan de wind zeilen, maar we gaan vooruit. En er blijft zelfs ruimte om daar waar dat nodig is nog wat extra accenten te zetten en ook nieuw beleid te voeren. Wilt u het volledige rapport lezen? Dan kunt u deze vinden op onze website rtvkatwijk.nl. De begraafplaats in Valkenburg raakt langzaamaan vol. Er moet dus worden uitgekeken naar een nieuwe locatie. Want er is nog maar voor een beperkte tijd ruimte op de huidige begraafplaats. Nog ongeveer voor 2 jaar in principe als we niks zouden doen. Maar we hebben ondertussen een aantal maatregelen voorbereid waardoor we extra ruimte creëren. En daar kunnen we weer een aantal jaren verder mee vooruit. Omdat er een extra rij zeg maar, wordt gecreëerd waar we ook kunnen begraven. En ondertussen komt er binnenkort een voorstel waarin we dan keuzes maken over hoe het daarna verder moet. De gemeente ziet de nieuwe begraafplaats het liefst in of direct rondom Valkenburg. In principe willen we proberen ervoor te zorgen dat in de verschillende wijken waar de mensen zich mee verbonden voelen, dat daar ook ruimte is om te begraven. Dat betekent dat we ook voor Katwijk Zee aan het kijken zijn, want ook daar dient zich hetzelfde probleem eigenlijk aan dat het eindig is. Nou, kunnen we dat nog wat extra ruimte creëren. Rijnsburg, daar is een flinke uitbreiding geweest. En in Katwijk aan de Rijn ook vrij recent. Dus het spitst zich nu toe op Valkenburg en op een iets langere termijn Katwijk aan Zee. De hoofdstraat in Valkenburg is in verband met wegwerkzaamheden voor een lange periode afgesloten. Het verkeer wordt daarom dan ook omgeleid. Dit gebeurt onder andere door de Oosterleestraat. Speciaal voor deze omleiding is een straat, die normaal niet voor doorgaand verkeer toegankelijk is, opengesteld. In deze smalle straat ligt echter ook basisschool De Burgt. Het probleem is dat op dit moment de hoofdstraat gesloten is en dat al het verkeer wat normaal gesproken over de hoofdstraat gaat, dat komt langs deze school. En als om 8:30 dus de school aangaat, tussen 8:30 en 9:15, dan is het echt wel spitsuur hier. En rijden ze eigenlijk, de automobilisten dan, niet netjes langs de school. Bepaalt geen ideale verkeersveilige situatie. Het probleem is echter dat er geen alternatieve omleidingsroute te creëren is. Ja, het is gewoon de enige. We moeten of de boel afsluiten. Dat heb ik tenminste geconstateerd. En het is gewoon vervelend dat dat zo is. En het moet natuurlijk ook kwestie van een beetje wennen. En zorgen dat de mensen een beetje ordentelijker door die straten gaan rijden. Want ja, het is gewoon lastig even. En we hebben daar al een paar maatregelen getroffen voor. Maar we gaan in ieder geval maandag gaan ze ook beginnen met te zorgen dat er op die zeg maar spitsmomenten en hoe noem je zo iemand, een boa of een goa, daar aanwezig is. Men heeft de bakken die eerst op de hoofdstraat stonden, hebben ze de straat hierachter gezet. Ze hebben borden geplaatst, maar op die borden staat 30 kilometer zone. En volgens mij is 30 kilometer toch echt te hard hier. Nou, kinderen zijn vooral bang om over te steken aan de andere kant van de brug. Daar komen heel veel kinderen uit de wijken en die moeten dan oversteken tussen auto's door. Ja, ze kunnen gewoon niet tussendoor. Ze moeten gewoon blijven wachten en de auto's wachten dus niet op de kinderen. En kinderen zijn gewoon bang, want er wordt heel hard gereden. En ja, daar moeten ze toch tussendoor. Dus ja, en leerkrachten, voor zover we ze spreken, ja, vinden ook dat het gewoon te druk is. En proberen kinderen op het plein te houden en zo snel mogelijk naar binnen te loodsen, zodat ze gewoon geen gevaar lopen. Ik heb ook overwogen van sluit de boel domweg af. Kijk, als je hier op de Zandlaan rijdt en je komt aanrijden, dan zie je dat je niet naar Valkenburg kan. Dus ik verbaas me erover hoeveel auto's daar dan toch door dat straatje heen gaan. Er zijn allemaal mensen die het stomweg gaan proberen. Dat lijkt wel wateren wat we overal zien gaan. Hè? Dat loopt gewoon daar waar het laagste punt is. En mensen schijnen dit dan te proberen. Nou ja. Ik vermoed dat over een paar dagen men wel tot ontdekking komt dat het niet zo'n handige route is om te sluipen en dat het dan toch wel een andere route wordt. Bezorgde ouders hebben de afgelopen week regelmatig contact met de gemeente gezocht. Maar zij vonden daar in eerste instantie niet altijd een luisterend oor. De eerste reactie van de gemeente was dat het aan de opvoeding lag. Dat we ons kind beter moesten informeren en beter moesten opvoeden zodat hij de straat niet op zou gaan. En daarna werden we iets serieuzer genomen. Toen hebben ze de verkeerde gemeente gebeld, want ik weet alleen maar dat we al maatregeltjes hebben genomen en dat we nog luisteren naar wat zou er nog meer mogelijk zijn. En ik
zeg er ook gelijk bij, ouders komen met de regen ook allemaal zelf met een auto. Dus het is er extra druk. Het zijn niet alleen de mensen die dat doen en het is niet alleen de Hoofdstraat. En het bijkomstige is, voor wat mij betreft in ieder geval, dat je even allemaal pijn moet lijden om weer een mooie Hoofdstraat te krijgen. De bedoeling is dat de werkzaamheden aan de Hoofdstraat in april zullen worden afgerond. Vorig jaar heeft Jongerencentrum Het Jok na 29 jaar zijn deuren gesloten. Een jaar na sluiting hebben een aantal oud-medewerkers echter het plan opgevat om de mogelijkheden van een doorstart van het jongerencentrum te onderzoeken. Ja, nou, inderdaad met een aantal actieve mensen die dus allemaal een historie hebben bij Het Jok, hebben het idee opgevat van joh, laten we eens kijken om te zien of er in ieder geval nog levensvatbaarheid is voor Het Jok en of we mensen kunnen enthousiasmeren zeg maar, om toch weer Het Jok in de kijker te laten spelen. Dus we zijn de afgelopen maanden heel erg druk geweest om met onderzoek en vooronderzoeken natuurlijk om te kijken wat de jeugd tegenwoordig beweegt. Heel anders natuurlijk, we zijn allemaal een paar dagen ouder geworden. Inmiddels zijn we bezig met een enquête die verspreid is bij de jeugd in Katwijk door middel van de scholen, folders. Door het invullen van die enquête kunnen we een idee krijgen wat de jeugd wil en waar ze tegenwoordig naar uitkijken. Aan de andere kant kan de jeugd zelf een aantal leuke introduiken winnen, zeg maar, door die enquête in te vullen. Dus het is, werkt er twee kanten op. En aan de hand daarvan kunnen wij gaan kijken of we een programma samen kunnen stellen en het JOK weer aantrekkelijk kunnen maken voor de jeugd. Het uitgangspunt is dat het JOK niet alleen voor, maar ook vooral door en van jongeren gaat worden. Ik ben daar zelf gekomen toen ik een jaar of 16 was. En daar tot mijn 25ste actief bezig geweest en heel veel geleerd qua bestuurlijke dingen. Maar ook natuurlijk waanzinnig veel lol gemaakt en heel veel mensen leren kennen en daar geweldige tijden gemaakt. Nou, dat moet de jeugd van tegenwoordig ook weer kunnen beleven. Het moet weer een onderdeel van hun worden. Het JOK is altijd gehuisvest geweest in het pand naast de Rooms-Katholieke Kerk in Katwijk aan de Rijn. Een plek waar het nieuwe JOK graag weer terug wil komen. Ja, in principe hebben we de afspraken met de kerkbestuur gemaakt dat we het pand in principe weer kunnen huren. Daar zijn natuurlijk nog niet de laatste besprekingen over geweest, maar zoals het er nu uitziet kunnen we ook weer terecht gewoon op de locatie waar het JOK thuis hoort. En dan zijn we aan de Kerkstraat 68. De enquête is te vinden op jok.katwijkaandenrijn.nl. Ten opzichte van vorig jaar is in Katwijk sprake van een forse stijging van het aantal vuurwerkgerelateerde schades. De kosten voor herstel bedragen dit jaar ruim €82.000. Vorig jaar was dat €32.000. Een stijging van €50.000. Het heeft voornamelijk te maken met straatmeubilair wat kapot gaat. Dus er worden afvalbakken, de dokdepots en straatnaamborden worden kapot gemaakt met vuurwerk. Wat voor maatregelen denkt u te gaan nemen het komend jaar? Nou, in ieder geval wil ik dat we extra aandacht geven aan ouders. Het zijn vaak toch jongeren die vuurwerk op de een of andere manier krijgen, waarvan ik denk dat moet je toch ook als ouders zien. En dat is, het heet vuurwerk, het is illegaal en het is zo zwaar dat het echt werkt als kleine bommen. Waarmee je dus dingen kapot kunt blazen. Nou, ik vind gewoon dat je met elkaar eens over na moet denken. Het is toch belachelijk dat daar mensen mee rondlopen en zoveel schade veroorzaken. Een tweede punt waar ik over nadenk, maar daar ga ik dan over praten met de gemeenteraad. Dat is van, moeten wij misschien toch iets gaan doen aan het tijdstip waarop je legaal vuurwerk mag afsteken. Misschien moeten we de overdagperiode eruit gaan halen. Het derde, dat is dat we misschien er eens over na moeten gaan denken of je er niet een van de direct verband moet gaan maken tussen de schade die ontstaat en de kosten die naar de burgers toe worden doorberekend. Want we betalen dat dus gewoon met z'n allen. Maar als je het niet expliciet zichtbaar maakt, dan voel je het niet. En misschien moeten we het ook gewoon laten zien van jongens, dit is de rekening die we krijgen omdat mensen dingen kapot maken. Misschien moeten we nog wel meer dingen doen. Ik wil er ook nog wel eens verder over doordenken, maar ik vind het echt een probleem. Want het is te gek voor woorden dat er zoveel kapot gemaakt wordt, terwijl het eigenlijk een feestelijke en mooie afsluiting van een oud jaar en induiden van een nieuw jaar moet zijn. Tot zover het weeknieuws van deze week. Meer nieuws vindt u op rtvkatwijk.nl. Tips en reacties kunt u mailen naar redactie@rtvkatwijk.nl. Vanaf maandag 24 januari is er weer een nieuw nieuws.